weer een nieuwe video. Mijn naam is Henkie en oh, wat heb ik toch zoveel zin in vandaag. Ik heb toch zo'n leuk plan voor vandaag wat we kunnen doen, kijkers. Altijd als ik een leuk plan heb, komt er totaal nooit iets anders op mijn pad of zo. Ik kan altijd gewoon het plan uitvoeren. Ik ben misschien vandaag een beetje schor of zo. Ik weet het niet, maar het maakt allemaal niet uit natuurlijk. Want we gaan gewoon een superleuk avontuur beleven. Nou, ik zeg wel superleuk, maar ik bedoel eigenlijk dat ik gewoon een klusje moet doen waar ik op zich wel zin in heb. Wat is wel een leuk klusje dit, kijkers. Luister maar, dit is echt, echt maar een heel leuk klusje. Maar voordat we dat gaan doen, kijkers, voordat we dat klusje gaan doen. Het is trouwens ochtend. Mijn ogen! Maar voordat we dat doen, kijkers, wil ik even zeggen, we hebben de 63.000 abonnees bijna behaald. Wat is dat toch ongelooflijk snel gegaan ineens. 63.000! Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou ineens zo snel zijn gegaan? Wat leuk! Dus als jij nog niet geabonneerd bent, abonneer dan gelijk eventjes. Het zou zo jottem leuk zijn. Ik zou het beste like de video. We gaan voor 3000 likes. 3000 likes is zoveel! Ik heb nog nooit voor 3000 likes gevraagd in mijn hele jottem Henkie leven. Dus doe even. En abonneer gelijk, dan gaan we voor de 64.000 abonnees. Jottem! Maar waar de video nou echt over gaat, is moet je zien, hé. Moet je zien, kijkers. De Henkie Panto is een beetje vies. Het lijkt op beschadiging, dacht ik eerst van, hè? Het is toch gewoon beschadigd? Maar nee, dat is gewoon modder. Er zit gewoon modder op de auto. Dat is toch ook helemaal niet leuk, kijkers. Hoe gaan we dit nou oplossen? Toen dacht ik van, hè? Wat is nou de beste oplossing voor dit? Dus ik zo naar mijn auto kijken en ik, oh, wat een mooi nummerbord, maar hij is vies, wat moet ik nou doen? Hé, en toen zag ik een car wash. Toen dacht ik, ja, dat wordt hem, we gaan naar de car wash toe. Dus wat we even gaan doen is, we gaan in de Panto stappen en we rijden eventjes snel naar de car wash. Want ik weet dat dat echt helemaal gewoon niet ver is. Ik kan gewoon hier erin rijden namelijk, niet zien. En daar is het al, car wash this way. Oh, jotten, we gaan snel de car wash in, daar gaan we. Daar gaan we, kijk eens. Hallo, is er iemand? Hallo? Staat hij aan? Doe even schoonmaken dan. Nee, hier misschien moet ik zelf tegenaan rijden. Nee, drogen dan. Droog maar. Dat doet hij ook al niet. Hé? Ja, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Wat is dit nou, kijkers? Car wash. Grey wash, green wash, black wash, white wash. Ik heb gewoon voor de white wash betaald, hoor. Nou, weet je, nou proberen we het gewoon nog een keer. Wat ben jij dan daar op de grond? Wat ben jij dan? Wat een leuke motor! Kijkers, moet je zien wat hier op de grond ligt? Van wie is deze? Van wie is deze motor? Van wie heeft deze achtergelaten hier? Hallo? Hallo Panto, wat moeten we doen? We kunnen hem toch niet achterlaten zo hier in zijn eentje? Ja, dat kan toch helemaal niet? Kijkers, zou het verstandig zijn om de motor te pakken en eventjes te kijken of alles goed met hem gaat? Alleen kijken of alles goed met hem gaat. Dat is een schaduw aan de kant. Dat is het enige wat we gaan doen. Alleen even kijken of alles goed met hem gaat. Oké, motor. De Panto heeft een eigen functie dat hij terug naar zijn huis kan rijden. We gaan even kijken of we jou kunnen opknappen. Ik bedoel, of we jou kunnen kijken hoe het met je gaat. Even kijken hoe het met je gaat. En ik denk dat we dat het best kunnen doen in mijn garage hier. Dus ik zet jou gewoon even in mijn garage neer hier. Gewoon even kijken hoe het gaat. Gewoon zo hoor. Ik zet jou gewoon hier neer. Ik kom zo terug. Ik ga even kijken hoe het met de Panto gaat. Die komt zo terug naar huis. En dan ga ik kijken hoe het met jou gaat. Oké, tot zo. Deze ga ik dus absoluut monteren. Maar de kijkers mogen het echt nog niet weten. Panto, dan moet ik jezelf maar een keertje schoonmaken. Maar dat komt zo meteen. We gaan even kijken hoe het met hem gaat hier binnen hoor. Motortje, om te kijken hoe het met je gaat, zoals ik al de hele tijd probeer te zeggen, zal ik even met mijn hamer en mijn monteersleutel even aan je moeten klussen. Ik bedoel, even aan je moeten voelen of je blauwe plek hebt en zo. Want ik zie op je kont heb je al een beetje een blauwe plek. Dus ik ga even kijken of ik dat kan fixen voor je, oké? Maar dat moeten we wel buiten doen, in het zonnetje. Dit ga ik dus echt absoluut gewoon monteren. Dat weet er echt niks van. Oh, kamer staat nog aan. Oh, kijkers, ik heb net een documentaire snel gekeken tussendoor. Want ik werd afgeleid door mijn tv. En er was een documentaire over schedels en zo. Ik vond het zo cool. Het is volgens mij inmiddels zo. Ja, kijk, het is al helemaal weer middag en de motor staat klaar. Ik zou hem eigenlijk gelijk monteren. Maar nu heb ik toch monteren. Ik bedoel, ik zou even kijken hoe het met hem ging. Maar ja, nu ik dat gezien heb, heb ik zo'n cool idee. Die koplamp die is zo kan anders. En de lengte en stuur. Oh, ik ga gelijk monteren en iets heel cools fixen. Ja, 5 monteerminuten later. Jottem! Kijk eens, ik leg net de laatste dingen, ga ik even neerleggen en dan moet ik even een spuitbus pakken, want hij is helemaal klaar als het gaat om het frame. Die is helemaal klaar. Dus, nu moet ik even een spuitbus pakken, dus die ga ik pakken, maar ik ga het eerst even laten zien aan jullie. Kijk, hoe cool is dit dan?
Dit is toch leuk, kijkers? Moet je zien wat een prachtplaatje dit is. Hij is helemaal wit nog steeds. Dat is helemaal niet mooi. Maar ik heb de koplamp heb ik vervangen. Die heb ik vervangen voor een schedel. En ik heb coole, overal coole skeletdingetjes gedaan. Kijk, je hebt de skeletvorm eromheen zo helemaal zo gemaakt. Met mijn hamer en met mijn lasmachine. Ik heb de motor buiten gedaan. Omdat dat zorgt voor extra aerodynamische stuurbekrachtiging en zo. En daardoor kan je met een externe turbomotor kan je op volle macht snelheid gaan. En hoe cool is dat? Dat zijn termen die jullie allemaal wel begrijpen, toch? Verder heb ik gekozen voor een heel cool puntachtig stuur met hendels. Die heel gevaarlijk zijn als je tegen iemand aanbotst. Want daar moet wel cool zijn. Het nummerbord heb ik op de zijkant gedaan. Daar moet wel nog mijn eigen naam op of Jotsom ga ik erop zetten. Maar hij moet wel een andere kleur. Want een witte kleur, wie neemt nou een hele witte motor? Er kan toch maar één echte kleur zijn, toch Panto? Dat bedoel ik. Dus laten we snel even de spuitbusje pakken. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen. 5 spuitminuten later. Hij wordt heel mooi. Oké, Panto, beloof me dat je niet jaloers gaat zijn op wat ik hier gemaakt heb, oké? Beloof het me. Ik heb namelijk iets gemaakt wat heel erg op de Panto lijkt, maar dan op een, een motorvorm. Het is namelijk niemand minder dan de Henky Horror Motor versie 93 meter. Kijk hoe cool die is. Hij is helemaal in de goede kleuren. En het nummerbord klopt. Er staat Henky Jot, of staat Jot op het doelik. Ah, kijk hoe cool. De banden kloppen, die zijn roze. Ik heb het frame heb ik mooi groen gemaakt. En alles wat er omheen gebouwd is, dat is mooi roze. Hoe cool is dat dan? Oh, wat een combo, hè, kijkers. Dit is hoe het hoort, het schedel. En hij past zo perfect bij de Panto. Ik heb zoveel zin om een testritje te maken hiermee. Ah, Jotem! Kijk eens, laten wij even een testritje maken. We moeten een goede plek hebben. Oh, hij is wel snel. Ik moet wel oppassen, hoor. We gaan even snel kijken. We gaan deze kant op. Dan gaan we een testritje maken. Oké, kijk eens. Ik zie jullie bij de plek. Oh, wat gaat hij snel op? Oké, kijk eens. Dit is een plek waar ik al heel lang niet meer ben geweest. Normaal ging ik altijd naartoe met Boe Frank. Maar Boe Frank is volgens mij op vakantie of zo. Ik heb hem al heel lang niet meer gesproken. Maar ik wil een keertje met Boe Frank binnenkort weer wat leuks doen. Misschien zouden jullie dat leuk vinden. Kijk eens met Boe Frank. Comment dat even. En dan gaan we ook weer een keertje op dit vliegveld gaan we wat doen. Maar ik dacht, ik moet hier wel heen met deze motor. Dit is een stabielere grond. Kan ik veiliger rijden. En kan ik leukere jumps maken. Ik bedoel, leukere ritjes maken. Motor, maak je maar geen zorgen. We gaan niet vliegen, hoor. Oké, kijk, zijn jullie klaar voor het testritje met deze motor? We zouden alleen even kijken hoe het met hem ging. Maar het is toch stiekem veranderd. Ik kijk of hoe snel ik hem kan maken en zo. Wat een coole motor, een horrormotor. Ah, eigenlijk moet ik daar wel nacht wachten tot het nacht is. Hè? Maar het duurt zo lang. Om te wachten tot het nacht is, maar volgens mij, hé, wat is dit? Is dit een garage, ja? Oh, kijk eens, hier kan ik wachten tot nacht. Oh, hier kan ik me vermaken, ze hebben kasten met monteringen. Oh, holy, zie ik hier een verfpot, ik zie hier een bruspunt brandlust. Oh, ik zie hier gas, ik zag alles. Oh, een container met, daar kan ik wat troepjes in doen. Kijk eens, hier kan ik makkelijk wachten tot het nacht is om deze horrormotor te testen. Kijk eens, tot zo. Bliksem. Ah, zo, hey, bliksem. Wauw. Wat is er aan de hand met dit weer? Kijkers. Oh nee, die motor. Ik heb die motor denk ik vervloekt, kijkers. Wauw, wat is er aan de hand? Het lijkt wel radioactief weer. Wauw, hé. Dit had ik niet verwacht toen ik deze... Wauw, man, bliksem. Oh, naar binnen, naar binnen. Au, au, paal. Ah, motor. Heb ik jou niet aangedaan? Ben je vervloekt of zo? Ik denk dat we een testritje moeten maken, kijkers. Ik denk dat dit de teken is. We gaan erop zitten. Oh, wat is dit eng. Alles gloeit en alles is rood. Oh, kijk eens de ogen. Oh, wat is dit eng. Kijk eens de horrormotor. Kijk eens, ik ben wel een beetje bang voor dit avontuur. Dit voelt echt als een eng horroravontuur. Oh, maar we gaan gewoon rijden met de enge horrormotor. We gaan het gewoon proberen, kijkers. We gaan een testritje maken in 3. 2, 1, gassen! Auw, 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 auw. Oh, oké, oké, hij slipt heel erg. Oh, daar gaan we niet heen. Oh, ah, oh, ah, 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 ah. Deze motor moet getemd worden, kijk eens. Ah, oh, bliksem. Ik moet denk ik beter meer mijn best gaan doen met dit. Mijn best, mijn uiterste best. Ik denk dat ik je vervloekt heb, motor. Ik denk dat ik deze motor vervloekt heb. Ah, nou, we gaan hem alsnog even nog een keer proberen, want hij slipte wel heel erg. Komt ook door het weer. Dat is wel eng, dit hoor, een halve maan en... Wow, zagen jullie die bliksem weer? Ah, nou, we gaan het gewoon nog een keer proberen, kijkers. We gaan het gewoon nog een keer proberen. In 3, 2, 1. Gassen! Au! Au! Wow, wow! Au, 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 au! Au, motortje! Motor, waar ben je? Daar gaat hij! Of is dat hem niet? Oh, jawel! Wow!
Zagen jullie dat? Hij bleef in de lucht hangen. Hij is vervloekt. Kijk eens, we moeten er snel heen. Hij bleef nog even zweven en hangen. Hij is volgens mij echt vervloekt. Oké, volgens mij zijn we er. Oh ja, daar is hij. Hij bleef even in de lucht hangen. Ik ben echt best wel een beetje bang voor deze motor. Kijk eens. Ik weet nou niet wat ik ermee aan moet. Ik ga het nog één keertje proberen, hoor. Oké, kijk eens. Dan gaan we. We gaan het nog één keertje proberen. In 3, 2, 1. En gassen. Er mag niet slippen. Oh, hij slipt. Oh. Daar gaan we. Oh. Wat is hij snel? Hij is niet te stoppen. Kijk eens. Oh jee. Wat doe ik? Wat moet ik doen? Ik was helemaal daar. Kijk eens. Er is hier een moeras. Wat is dit? Oh, dit is geen moeras. Waar zijn we helemaal beland? Snel terug naar het vliegveld. Ik ben al een beetje onderweg, maar ik word denk ik een beetje moe, kijkers. Ik word gewoon een beetje, alsof deze motor gewoon zijn eigen wil heeft. Maar volgens mij word ik een beetje moe. Hé, waar ben ik? Ik was in slaap gevallen. Deze motor rijdt uit zichzelf. Dat deed ik helemaal niet. Maar ik rijd nu wel. Waar ben ik? Ik wil niet zo snel. Waar ben ik ineens? Ik ken ik helemaal niet. Kijk eens, ik ben helemaal niet op mijn gemak hier. Waar ben ik dan? Ik was in slaap gevallen en nu ben ik ineens hier. Alsof de motor hier met eigen wiel is ingereden. Wat moet ik doen, kijkers? Ik weet het even niet. Misschien wil de motor wel dat ik ergens heen rijd, weet je? Ik volg wel gewoon mijn instinct en ik kijk wel waar ik uitkom. Ik heb echt geen idee waar ik uit ga komen, kijkers. Maar ik zie het zo gebeuren. Oké, kijk eens. Mijn instinct zegt me dat ik hierheen moet. Ik wil het helemaal niet, maar ik moet mijn instinct volgen, denk ik, met deze motor. Hij zei dat ik hierheen moest. Zo voelde het op zijn minst. Mijn instinct zegt niet dat ik daarin moet, hoor. Maar ik ga gewoon heen waar ik denk dat ik heen moet. Ik denk dat deze motor me iets wil laten zien, kijkers. Ik denk dat hij me echt iets van mij wil laten zien. Wat een enge plek dit allemaal. Vind ik helemaal niet leuk. Nou, we gaan maar kijken wat het is, kijkers. Zolang ik nog op de motor kan blijven zitten, doe ik dat. Want ik denk bang. Ik ben bang dat als ik eraf ga, dat ik dan... Dan ben ik gewoon bang voor die motor. Ik wil niet alleen laten, weet je. Wat een enge plek dit allemaal. Waar moet ik heen? Waarom wil ik hierheen? Ik wil hier eigenlijk helemaal niet heen. Maar iets in me zegt dat ik dit moet doen. En ik kom hier niet omhoog. Het is alsof die motor mijn eigen wil heeft overgenomen. Waar ga ik in? Ja, dit voelt heel eng. Daar gaan we, kijkers. Daar gaan we. Met de enge horrormotor gaan we naar binnen. Ik weet niet of ik dit wel wil, maar iets in me zegt dat ik dit moet doen. Daar gaan we. Iets in me zegt dat ik dit moet gaan doen. Oké. Jee, kijkers. Wat is dit? Waar ben ik? Snel. Wat een enge plek dit. Ik voel me ook helemaal niet zo goed ineens. Kijk eens. Motor. Horror. Ik heb heel raar gedroomd. Maar, dit is waar mijn droom eindigde. Waar is mijn motor? Wat is dit nou weer? Kijkers. Het is toch gewoon weer normaal weer? Het regent wel, het is een beetje viezig, maar wat ben ik nou? Ik kan me niet zo... Ik heb raar gedroomd, maar ik kan me het niet allemaal goed herinneren. Ik had een motor die ik gemonteerd had. En het was een beetje groenig weer. En toen wilde ik... was ik heel ver weggevlogen. En toen... Ik snap het helemaal niet, kijkers. Ik was heel ver weggevlogen. Ik ga terug naar de baan. En dat is een beetje het laatste wat ik kan herinneren. Ik kan wel veel vaag een beetje dromen over dit. Ik snap er helemaal niks van, kijkers. Waar ben ik nou? Hoe kom ik nou naar huis? Wat is dit voor een coole kraan trouwens? Wat cool. Hier kan ik al wat uit monteren om naar huis te gaan. Kijk eens, ik ga naar huis, want ik vind het allemaal maar raar dit. Kijk eens, ik ben eindelijk thuis. Ik heb dit even snel kunnen monteren uit zo'n kraan, maar... Sorry, ik ga over de stoep. Wat doe ik? Wat een enge bende allemaal, zeg. Ik heb een beetje nagedacht. Het is wel een cool busje eigenlijk. Op zich zou ik deze wel verder willen monteren, maar daar heb ik echt geen zin of tijd in nu. Zin wel. Altijd zin om te monteren, kijkers. Er is altijd tijd om te monteren. Maar ik voel me gewoon niet zo lekker na al dit. Pantootje, sorry. Ik moet jou nog steeds schoonmaken. Dat ga ik doen. Maar even mijn spullen wegleggen. Kijk, wat een raar avontuur was dit weer. Dan is het tijd om weer lekker uit te kunnen rusten. Lekker thuis weer.
gewoon weer uit kunnen rusten, kijkers. Oh, ik ben zo moe. Ik heb echt even een nootmuskaatkoekje nodig, hoor, na al dit. Oh, lekker zo een nootmuskaatkoekje. Daar hou ik altijd van. Dat vrolijk me altijd wel weer een beetje op. Ik heb wel een beetje telkens een nagevoel dat het zo raar grimmig is telkens. Ligt het aan mij of is het altijd grimmig ineens weer? Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon echt een beetje slaap nodig heb. Nou, dat gedoe telkens. Volgens mij bliksemt het weer, kijkers. Ah, maakt niet uit, wat een enge lichten trouwens allemaal. Maar ja, kijkers, ik wil jullie toch even bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Doe allemaal een duimpje omhoog gaan voor 3000 likes. En dan zie ik jullie denk ik weer bij de volgende video. Video.